Nou, goedemorgen Marco. Hallo. Ik ben weer blij om hier te zijn. En ja, vandaag hebben we een nieuwe podcast met jou. Je bent natuurlijk niet alleen mijn video-editor, maar je doet ook veel meer dingen online. En ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal. Yes. Dus kan je me iets meer vertellen over jouw opbrenging als Bosniër richting Nederland, hoe dat is gegaan, hoe dat met je ouders is gegaan? Want ik denk dat dat wel een belangrijk aspect is. Ja, het is een leuke vraag, want het heeft ook uiteindelijk betrekking op mijn business. Wat ik niet in het begin had verwacht. En hoe op mijn business? Nou, als je een persoonlijk merk hebt, dus je kan natuurlijk kiezen voor een zakelijk merk, dan gebruik je het naam van je bedrijf. Of een persoonlijk merk, gebruik je vaak je eigen naam. Ja. En het heeft te maken met de identiteitscrisis die ik eerst had. Wat uiteindelijk ertoe heeft gezorgd, of ervoor heeft gezorgd dat ik op mijn business idee kwam van: ik ben Marco, wie ben jij? Ja. Dat gaat over identiteit. En wie ben je dan? En wat betekent het om iemand te zijn? Als iemand bijvoorbeeld christelijk is en een ander zegt: je bent christelijk, dat is wat je zegt te zijn. Maar als een persoon genaamd Tom zegt: ik ben christelijk, dan betekent niet dat hij alles gelooft van de Bijbel gelijk. Ja. Of dat hij, weet ik veel, bij een bepaalde type groep van christendom, katholicisme hoort of zo. Dus zeg maar, iemand is meer dan de label die hij heeft gekregen. Dus daarom gebruik ik een label zoals christen, maar ook labels als Bosniër en Nederlander, weet je wel. Ik bedoel, sommige Nederlanders die zijn meer buitenlands dan sommige buitenlanders Nederland zijn. Maar kijk, mijn ouders die leefden in voormalig Joegoslavië. Dat was een land dat socialistisch, communistisch werd. Met welke tijd spreken we dan? 1980? Geheerd. Ja, volgens mij rond 1980 uit mijn hoofd. Kan het mis hebben, is Tito uiteindelijk overleden. En als ik het goed heb in mijn hoofd. En toen begon de afbrokkeling van Joegoslavië. Het land wat nu niet meer bestaat, waar mijn ouders toen leefden. Ik wil wel zeggen, ze hadden een relaxed leven. Hè, als ik hun zo vertel van, of vraag, hoe was het? Je hoeft niet te betalen voor gezondheidszorg in Joegoslavië. Hoeft het niet. Ook niet voor je studie. Okay. Het allemaal voor je geregeld. Dus ze hadden niet zoveel zorgen. Dus sowieso voor mijn ouders, nu even als ze al in Nederland zijn. Toen ze in Nederland waren, was voor hun een shock dat hun kinderen zo vroeg in hun leven moesten weten wat ze met hun leven moesten doen. Yeah. Terwijl zij op hun 20ste nog, weet je, of hun werd heel veel dingen geregeld. En het systeem daar was het een beetje van: iedereen is gelijk. Dus dat vonden ze best wel wennen. Maar dat nu spring ik even vooruit in de tijd. De eerste conflicten, omdat bepaalde mensen hun gebied wilden uitbreiden. Voornamelijk mensen uit Servië, die hadden een idee van: nou, weet je wel, de leider Tito is er niet meer. Wat gaat er nu gebeuren met Joegoslavië? We willen Servië groot maken. En degene die erbij willen, die kunnen erbij komen. Ja. Maar de Kroaten kregen ook een nationalistisch idee van: vonden wij Joegoslavië wel leuk? En dit zijn verhalen die ik van mijn ouders heb gehoord. Hè, en zij ook weer van andere mensen hebben gehoord. Dus misschien zien sommigen het anders. Ja. Maar de Kroaten dachten: ja, niet elke Kroaat vond Joegoslavië leuk, heb ik geleerd. Ik dacht okay, iedereen vond het juist leuk vroeger. Maar dat was niet zo. En volgens mij waren Slovenen een van de eerste die zich als provincie uit het Jan, dus ik noem het even provincie, als staat uit het eruit land Joegoslavië eruit gingen. En volgens mij volgden daarna de Kroaten. En volgens mij zaten dan Bosnië en Servië nog in Joegoslavië. En natuurlijk heb je ook nog de deelstaat. Ik weet niet eens hoe ik goed moet verwoorden. Kosovo was onderdeel van Servië. Ja. Macedonië, Montenegro zaten toen ook nog in. En ze hebben uiteindelijk allemaal langzamerhand hun onafhankelijkheid gekregen. Maar voor mijn ouders was het zo dat op een dag er gewoon oorlog was. Mijn moeder vertelde me dit. Ja. Ze was onderweg terug naar huis met haar dochter, mijn zus. Mm-hmm. En iemand kwam met een vrachtwagenbusje eraan en zegt: kijk uit, daar zijn granaten aan het vallen. Oké. Okay. Stap hierin. En welke tijd spreken we dan? 1995? 1993, 94 uit mijn hoofd. Weet je wel, dus mijn zus was toen iets van 2 of 3 jaar. En was jij toen al geboren? Jij was toen in die tijd ook? Nee, toen was ik er nog niet, want het bleek zo te zijn dat de doktoren aan mijn ouders hadden verteld dat ze samen niet zwanger, dat mijn moeder niet zwanger kan worden. Voordat je zus geboren? Voordat mijn zus geboren werd. Dus mijn zus, en dat is al verklapping, is al het eerste wonder dat is ontstaan. Ja. Maar mijn ouders hadden toen niet opgegeven op hun kinderwens, weet je wel. Ja. Dus dat was op bijzondere wijze wel gelukt. Oké. Okay. Maar die conflicten die werden alsmaar erger. Granaten waren aan het vallen. Mijn opa vertelde nog de tijd dat, want je blijft, het is niet zeg maar zo, oorlog breekt uit en je vlucht gelijk, weet je wel. Nee. Sommige mensen blijven, mijn opa's en oma's bleven. Weet je? Mm-hmm. Misschien als wij waren gebleven, hadden we ook dat overleefd, weet je wel. Maar ik weet nog, mijn opa vertelde dat mijn zus aan het kruipen was en uit zo'n hondenluikje van de deur ging naar buiten. Terwijl mijn opa zei: kom terug naar binnen, zijn granaten aan het vallen buiten.
Toen dacht ik, wat bijzonder. Ik was klein kind, hè. Ik kon het helemaal niet bevatten. Van, hè, was dat oorlog? En, want ik, toen mijn ouders moesten vluchten en alles moesten achterlaten. En misschien heb je daar nog vragen over hoe dat voor hun ging. Wat ik ervan weet. Waren zij onderweg uiteindelijk naar Nederland. Mm-hmm. Maar mijn moeder was nog een keer zwanger geraakt. Dus ze raakte tijdens het vluchten ondertussen hoogzwanger. Van jou? Van mij. Ik was het kind. Dus de tweede keer. En toen kwamen mijn ouders met mijn zus en mijn moeder dus hoogzwanger in Nederland aan. Mm-hmm. Geen geld. Je kent de taal niet. Je hebt je familie in een oorlogsgebied achtergelaten. Ja, dus eigenlijk wel, ja. Ja. Voor een betere toekomst voor jezelf en voor je kinderen. Oké. Okay. Ja, dat is best wel een stap eigenlijk om vanuit Bosnië naar Nederland te gaan. Misschien wisten ze dat ze naar Nederland gingen of hadden ze geen idee? Nee, het was niet zeg maar, oh, weet je wel, laten we naar Nederland gaan. Het was ook nog onderzoek van welke andere landen, misschien in het Scandinavisch gebied of iets. Ja, ja. Ja. Dus dat is best wel een ondernemende stap eigenlijk, ja. Die ook bij jou terugkomt, zeg maar. Dat je ouders toch besloten hebben om uit Bosnië weg te gaan. Iemand kan ook denken, ja, er is oorlog, maar ja, ik blijf toch voor mijn land of dat soort. Dus dat is ook weer een keuze die ze hebben gemaakt. Ja. En toen ben je uiteindelijk hier gaan wonen. Je ouders zijn hier gaan wonen uiteindelijk in Nederland. Rond 1998 zoiets? In 1995. 1995. Ja. En toen ben jij geboren. Ja, toen ben ik in Lelystad geboren. Ja. En zijn we in een asielzoekerscentrum, volgens mij rondom Kampen, in Nederland verbleven. Oké. Okay. En voel je je dan ook echt nu Nederlander? Want ja, je bent eigenlijk in Nederland geboren, maar je hebt twee Bosnische ouders en allebei Bosnische afkomst. Ja. Voel je jezelf ook echt Nederlander? Of hoe voel je jezelf? Nou, als een koe wordt geboren in een paardenstal, is het nog steeds een koe. Ook al is het in een paardenstal geboren. Dus voor mij was het allereerst die identiteitscrisis. Die wat later een betrekking heeft gekregen op wat ik nu onderneem en doe op social media met filmpjes. En toen was het heel erg. Eerst voelde ik me Nederlands in mijn leven. Ja. En mijn zus irriteerde zich ook. Als ik zo terugdenk aan de tijd dat we in de stad liepen. En we waren in het dorpje in Herwijnen, ingeburgerd trouwens. Maar mijn zus en ik vonden het raar als mijn ouders dan een andere taal zouden spreken. Terwijl iedereen Nederlands sprak. Vonden we even wennen. Ja. Maar ze praten wel thuis altijd Nederlands. En mijn ouders hadden toevallig geen satelliet-tv genomen. Want ze dachten, we willen wel, nu we hier zijn, zo goed mogelijk integreren. Inburgeren, ja. En mijn ouders konden ook naar een buurt gaan waar veel ex-Joegoslaven zouden wonen. Mm-hmm. Maar ze kozen ervoor om naar echt een typisch Nederlands dorpje te gaan. Okay. Om gewoon te begrijpen hoe mensen hier denken. Hoe Nederland is. Okay. En natuurlijk, je hebt dan ook andere mensen, dus je voelt jezelf wel Nederland. Maar misschien denken andere mensen van, hey, Marco Bajic klinkt niet heel Nederlands in dat geval. Ja. Voelde je jezelf een buitenlander in je jongere jaren in Nederland? Nou, het ding is dat desondanks ik een hele lichte huidskleur heb. En sommigen zijn die denken dat ik soms half Russisch of Pools Turks ben. Of Turks of lichte Turk, weet ik niet. Ja, ja. Denk ook genoeg dat ik Nederlands ben. Ja. Maar daarentegen in dat dorpje was het inderdaad, mijn naam is Marco, nou, met een K, maar het werd altijd met C geschreven. Maar dat zou je dan Marzo uitspreken in de taal. Maar Bajic, weet je wel, ik weet nog een goede vriend van toen op de basisschool, Dion. Hij noemde mij Bajico. Bajic, yeah. Bajico maakte hij ervan. Maar ik werd daar dus wel geplaagd, omdat ik uit een ander land kwam. Iemand zei, ik ga terug naar Joegoslavië. Ik was, weet ik veel, 8 jaar. Ik wist niet eens precies hoe die situatie daar was. Dus ik zei, ik kom uit Bosnië, joh. Weet je. Maar later ging mijn opa's, een van mijn opa's voornamelijk veel daarvan uitleggen. Het was ook een beetje taboe. Lange tijd om het over te hebben. Oké, duidelijk. Dus je voelt je wel uiteindelijk echt Bosnier, terwijl je er eigenlijk niet geboren bent, om het zo maar te zeggen. Toen ik van de basisschool naar de middelbare ging, en dus van een Nederlands dorpje en ook best wel een Nederlands school met voornamelijk witte mensen. Ja. Naar de middelbare school ging, daar waren verschillende culturen. Een van mijn eerste goede vrienden werd een Indiër met een knot. Dat is een soort van tulband. Maar als je dan een jongen bent, dan ziet het eruit als een knot. En hij had de bril en later ook beugel. Ja. Hij werd een van mijn eerste goede vrienden daar. En ik weet nog dat ik met hem thuis kwam. Ik was 13, 14 jaar. En mijn ouders vonden het ook bijzonder. Want ze kwamen want we waren uiteindelijk van Herwijnen naar Gorinchem verhuisd. Ja. Herwijnen veel echt Nederlandse mensen. Het was wel een Marokkaans gezin en dat was dan Surinaams. Dus, en dan wij als Bosnië. Maar in Gorinchem heel veel verschillende nationaliteiten. Dus ze dachten ook, bijzonder, weet je wel, een jongen. Ik bedoel, ik had ook nog nooit gezien. Ze hadden ook nog nooit een jongen Indiër met een knot gezien. Oké. Maar hij voelde zich heel thuis en we gingen gewoon samen eten. Hij zei, ik eet geen vlees, wegens mijn geloofssikisme.
En dat was gewoon een leuke herinnering aan toen. En wat voor leerling was Marco? Misschien kan het zo zijn dat Oostblok-ouders, in ieder geval aan mijn kant, redelijk streng waren van hey, je moet goed studeren, je moet goede cijfers halen. Ja. Hoe kreeg je dat van huis mee en hoe was jij op de basisschool en middelbare school qua prestaties? Ja, ik had nooit een specifieke passie of ambitie in mijn leven. Ik weet nog dat ik op de basisschool, voordat ik naar de middelbare ging, werd gepusht om bijvoorbeeld te leren te typen. Ik ben er heel blij mee trouwens, dat was zo'n typecursus vroeger. Vroeger. Mijn zus lacht me uit als ik zeg vroeger, omdat ik ben 28. Weet je wat ik ben heen, maar. En op de middelbare school was ik diegene, ik kon met iedereen goed vinden. Mm-hmm. Dus soms was ik meer met de stoere jongens, soms was ik meer met de nerds. Maar de nerds begonnen mij niet te vertrouwen, omdat ze mij zagen met stoere jongens. Omgaan met stoere jongens. Dus ze waren gewoon helemaal sceptisch en misschien zelfs cynisch. Van. Ja. Ik perste soms ook mensen. Op de basisschool of middelbare school? Op de middelbare school. Mm-hmm. Ja, ik had met een jongen tijdens muziekles. Maar hij was dan niet een zielige jongen. Maar tijdens muziekles had ik met een jongen genaamd Kevin gevochten. Ja. Weet je, dan ben je onder de jongens met elkaar aan het praten. Wie ga je uitdagen of zo. Echt gestoord. Want tijdens muziek. Dus ik deed best wel rare dingen. Experimentele fase. Gek. Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk zijn als je pest om jezelf beter te voelen. Ja. Op een jongere leeftijd, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. En je had verder geen problemen met leraren op school of met cijfers of nooit issues van dat Marco het niet ging halen of was Marco altijd wel uitmuntende leerling? Grappige vraag. Ik weet nog dat ik wel docenten altijd probeerde gek te maken. Maar niet op een brutale manier, maar een beetje een irritante manier. En brutaal zou zijn dat je gaat uitschelden of zo. En irritant was een beetje onder de huid proberen te kruipen. Dus een leraar imiteren van geschiedenis, leraar Methorst. Ja. Die zei, Marco, daar schat van de deur. Marco, daar schat van de deur. Deed ik hem na. En ik ging dan achter een gordijn tijdens de eerste geschiedenisles in klas 2. Mezelf verstoppen gewoon. Ik was altijd diegene, zeg maar, iemand had een idee in de klas en er gebeurde dan iets. En ik zou dan dat idee uitvoeren. Oké. Okay. Ik was een beetje die type. Oké. Okay. En je hebt op een gegeven moment heb je natuurlijk middelbare school afgerond. Wat heb je daarna gedaan? Of wat was toen je planning in je hoofd van wat wil je verder? Nou, die vriend, die Indiër, die zei van dat hij HAVO wilde doen. En ik was goed met hem bevriend. Dus dat heeft positieve invloed ook op mij gehad, denk ik. Want ik zou denken, het boeit me niet echt wat ik doe. Yeah. Maar ik had wel het idee, zo dom ben ik niet. Ik had niet per se goede cijfers. Ik was gewoon blij met 6 en 7. Weet je. Maar geen 2 en 3, dat was het. Nou, ik kreeg voor economie een tijd een 2,7, herinner ik. Ik voor een toets gehaald, voor economie, waar ik voor had geleerd. Dus ik vertelde het aan mijn moeder. Dat was ook weer spannend, weet je wel. Want aan je ouders je cijfer vertellen. Maar mijn moeder zei altijd, goed of slecht, vertel gewoon je cijfer. Weet je wel. En mijn zus begon dat te doen, ik ook, vind ik wel mooi. Maar op een gegeven moment dacht ik, ben ik nou dom? Weet je, ook al een beetje een gesprek met mijn moeder van, ben ik dom? Ik leer voor economie, ik haal 2,6. En ergens had mijn moeder besloten, ik ga voor jou een leraar, thuisleraar inhuren. Oké. En die heeft mij op een, want ik denk na op een hele aparte manier soms, waardoor ook trouwens ook video's op een hele rare manier, vooral begin op TikTok 2021, voor mensen oogdelen, weet je. Maar ik dacht dus op een bepaalde manier, ook begrijp, de lezen ging niet goed. Maar die leraar economie die thuis les kon geven, die heeft me net iets anders laten denken, waardoor ik wel mijn toetsen begon te halen, 6 of 7 haalde. Weet je, daar was ik wel blij mee. Oké, dus op een gegeven moment heb je de HAVO afgerond? Ja, ik koos om HAVO te doen met die vriend. En HAVO afgerond. Ik weet nog, het was zeg maar 2 weken voor het eindexamen. En met een groepje vrienden maakte ik altijd grapjes van. Over 2 weken pas. Oh joh. Alle tijd. Over 1 week pas. Oh joh. En toen, iedereen was er wel bezig. Hè. En inderdaad, HAVO gehaald. En ik ging in Avans Breda studeren. Oké. En wat heb je in Avans Breda gestudeerd? International Business and Management. Ja, dan denk ik dat dat ook wel iets zegt. Ik heb zelf ook ondernemerschap gestudeerd, maar dan in Tilburg. Maar je had al uiteindelijk de keuze gemaakt om business en management te gaan studeren. Waardoor iets in jouw hoofd al dacht van, ik wil niet voor een baas werken of ik wil iets ondernemen of iets proberen in het leven. Ja. Dat was denk ik wel de achterliggende gedachte. Ja, zonder dat je het door hebt, ja. En heb je iets aan die studie gehad? Heb je hem afgerond? Ja, ik heb binnen 4 jaar de studie afgerond, terwijl ik geen passie ervoor had. Behalve de ambitie om iets wat ik ben gestart af te maken. Ja. Ergens staat dat wel in mijn hoofd.
Wel afgerond, ja. En ik dacht toen nog, ik heb helemaal geen talent. Oké, en had je ook een bewijsdrang richting je ouders misschien? Met die studie om te laten zien van, hey, ja, daar vroeg ik kan je dat. Naar. Ja, ze waren wel erg, maak je studie af, weet je wel. Dat is de zekerheid die je voor je toekomst hebt. Ja, en toen heb je die studie afgemaakt en dan gaat het leven pas echt natuurlijk beginnen. Ja. Ja, wat wilde je daarna doen of wat waren je plannen? Ja, ik was op zoek naar een baan. Ik weet nog dat ik eerst nog even een soort van paar maanden tussenpauze had genomen na het afstuderen. En ook vakantie ging naar, niet Malta, naar Palma de Mallorca, ook met die Indiër trouwens. Ja. En dat was echt een leuke tijd. Maar toen ik terugkwam was er reality check van, oh, wat moet ik nu? En ik had toen al een beetje gesolliciteerd. En ik ging bij een bedrijf langs, terwijl ik via een recruiter aan het bedrijf was gekomen. Dus het hoorde via de recruiter te gaan, maar wist ik veel. Ja. Dus ik dacht, het is wel netjes. Ik was terug van mijn vakantie, Palma de Mallorca, dat ik even daar naartoe ga mijn gezicht laten zien aan het bedrijf in Gorinchem toen. Mm-hmm. Dan belde de recruiter mij op om te vertellen dat degene die zeg maar het bedrijf als via recruiters dus aanbiedt aan potentiële werknemers boos was dat ik langs ging voor een salesfunctie. Om gewoon nog even mijn cv achter te laten. Ja. Maar dat blijkt dus het proces van recruiting te zijn, wat ik niet snapte. Maar ik vond wel van, ik bedoel, ik toon toch wel initiatief. Dat mag je wel waarderen. Maar. Dat is zeker waar. Alleen die recruiter natuurlijk, die verdient geld aan elk uur dat jij daar werkt. Dus een initiatief was misschien van, hey, als Marco zelf de baan gaat regelen, kunnen wij er geen euro aan verdienen. Alleen het was wel weer ondernemend dat je ergens naartoe gaat. Want iemand kan bijvoorbeeld zeggen van, als je een baan zoekt, ga bij Indeed of weet ik veel, bij welke recruiter. Gewoon, ik schrijf me in en ik zet mijn cv en jullie zoeken het maar uit. Maar jij ging er toch er naartoe. Best raar eigenlijk, hè? Ja. Wat veel mensen niet doen, denk ik, bij vacatures tegenwoordig. En toen heb je daar gewerkt? Nee. Niet aangenomen? Dat ging niet door. Uiteindelijk een bedrijf in Gorinchem gevonden. Dat was echt mijn droom, om gewoon 5 minuten vanaf huis met de fiets een baan te vinden. Oké. Okay. En dat was als projectmanager. Oké. Okay. Wat voor projecten ging het om? Het ging om projecten waarbij leegstaande panden niet werden beschilderd, maar zeg maar in 3D werd er dan een design gemaakt, bijvoorbeeld van een restaurant, wat uiteindelijk geplakt werd op de leegstaand pand, op de ramen, zodat je kon zien wat de potentie zou zijn van als iemand het zou verhuren als leegstaand pand. Dus Okay. Het was zeg maar een creatief proces. Ik moest in één keer met 3D-designers werken, dat was een 2D-team, ik snap er helemaal niks van. Ja. Heel gemakkelijk. En toen heb je bij die baan gewerkt en misschien nog andere banen. Ja. En hoe beviel dat? Wilde je toen al gaan ondernemen of dacht je van het is wel prima zoals het ik nu gaat? Ik vond het prima. Weet je, elke maand weet ik veel, 2300, later werd misschien 2600 op je rekening. Ik spaarde geld om naar een Eminem concert in het park Goffert in Nijmegen te kunnen gaan. Ik kon gewoon van mijn spaarrekening pakken. Super chill, weet je. Ja. Ik had wel toen bij mijn eerste baan daar gezegd van dat mijn Duits best goed was. En uiteindelijk moest ik mensen gaan bellen. En toen hoorde die directeur mij praten. Maar hij zei, ik heb respect, jij belt tenminste. Ja. Maar ik zei, ik wil wel mijn Duits verbeteren. Dus. En dat was wel toen. En uiteindelijk voor een bedrijf in Den Bosch. Want dat ene bedrijf waar ik wel met bedrijven in contact was vanuit Amerika, vanuit Duitsland. Ook veel van geleerd van internationaal. Ja, ik had een project gemanaged in Minneapolis, Minnesota. Een van de staten. Ja, het was wel vet. Was je daar zelf naartoe geweest of managed je dat gewoon vanuit? Ik wilde wel naar Amerika, sprak ik uit. En de directeur zei, misschien wordt het mogelijk, maar het was gewoon vanuit online. Aha, oké. Okay. Ja. Toen heb je dus een paar banen gedaan. En wanneer was dan het punt van die omkanteling van, middelbare school, international business, gestudeerd, baantjes genomen. Wanneer was het moment van, ik wil iets gaan ondernemen of ik wil iets gaan proberen online? Wanneer was dat ongeveer? Nou, tijdens die eerste baan was ik begonnen met filmpjes te maken in de pauze. Omdat een vriend die ik leerde kennen, die op Facebook actief was en ik had hem een tip gegeven over zijn video, terwijl ik nog nooit video's had opgenomen. Maar ik vond wel respect dat hij de tip nog waardeerde. Het ging over kijken in de lens. Ik zeg, ik heb niet het gevoel dat je me aankijkt. Ik weet niet eens hoe ik de ballen had, dat zou ik nu niet doen. Als ik iets niet in mijn leven doe, ga ik geen tips geven. Ja, precies. Maar hij zei op een gegeven moment, we gingen samen een keer video opnemen in 2018. Toen zei hij van, ga ook op YouTube video's delen, man. Ik dacht, hoe durf je dat zomaar te vragen van, dat wil ik niet doen. Ja. Nou, misschien moet ik het toch proberen. En toen begon ik dat te doen. En die eerste video met hem deden we samen. Was even wennen. En de zon scheen en we zweten. En we gingen uiteindelijk ook in de stad in Dordrecht in het openbaar filmen. We gingen wel even wennen, maar ik ging ook zelf YouTube video's opnemen. Niet zo lang, een minuut lang, 2 minuten. Redelijk korte YouTube filmpjes in principe.
Ja. En waar gingen die over in die beginfase? Waar sprak je over? Ik leerde van sprekers online dingen. En ik dacht, daar wil ik ook iets over vertellen. Dus het was vaak inspiratie van internetgoeroes, Gary Vee, Grant Cardone. Ja. Oké, toch? Het zijn natuurlijk Amerikaans geïnspireerde grote sprekers. En je dacht, ik ga datzelfde doen. Maar had je toen al een achterliggende gedachte van, hey, ik wil hier klanten uithalen? Of was dat helemaal niet jouw gedachte? Was het gewoon puur filmpjes maken? Nou, omdat ik helemaal niet wist of ik een talent heb in mijn leven. En geen passie had. Ik vond wel gamen leuk, vond een paar dingen leuk om te doen. Ja, ik sportte wel veel. Maar ik keek er nooit zo naar. Het was heel normaal voor me. Deed ik dat om gewoon maar alles te proberen. En ik dacht, dan misschien ga ik mezelf beter leren uiten. En ik wil beter leren een verhaal te vertellen. Want het was niet altijd zo tijdens het avondeten dat er naar mij geluisterd werd als ik een verhaal vertelde. Door je ouders? Ja. En mijn vader die had dan iets anders te zeggen, weet je wel. Er waren weinig momenten dat ik met mijn vader uitgebreid gesprek kon hebben. En dat we lang naar elkaar luisterden, gewoon door de drukte van het leven. Maar daardoor was ik dus altijd op eierhand lopen als ik iets aan het vertellen was, ook op camera. Okay. En als in één adem. En ik merkte pas later, dat komt dus omdat ik ergens heb ervaren, oh, ik kon niet de aandacht behouden. Weet je wel, thuis soms. Ik moest altijd snel afraffelen. En dan was ik in mijn speech ook snel afraffelen. Ja, okay. Dus de camera hielp wel om daar rustiger in te doen. En hoe voelde dat? Dan maak je een YouTube-account aan en dan maak je die eerste video en dan druk je op publiceren. Ja. Als je daar nog speciale gevoelens bij, of was het gewoon, ik klik en ik zie wel wat ik klik. En bij die eerste baan, toen had iets van 6 views op een video. En toen was een collega me tegengekomen. Oh echt? Ik was aan het vertellen over collega's op werk uiteindelijk. Ik begon eigen ervaringen te delen. Los van die inspiratiequotes. Over collega's op werk omgaan met conflicten. Weet je, en toen dacht collega het. Maar ja, die vonden er weinig van. Oké, en toen heb je eigenlijk, hoe lang ben je toen bezig geweest met een jaar lang. Van 2018 tot 2019. Mm-hmm. En daarna ging ik op Instagram, begon ik te delen. En toen waren er nog geen shorts, neem ik aan? Nee, toen was het nog gewoon zo'n vierkante video op Instagram. Toen begon je ook video's te delen op Instagram? Ja. Die waren iets korter destijds? Ja, rond misschien een max 2 minuten. Max 2 minuten. En waar gingen die dan ook weer over, nog steeds over? Dat was ook echt zelfontwikkeling. Toen had ik ook dingen geprobeerd met bol.com. Had ik zo'n knoflookpers ingekocht, wat ik vertelde. Maar dat bleek niet zo'n groot succes te zijn. Nee, maar dat is toch weer een stap die je hebt gemaakt. Dus een bol.com account, je hebt een product dan gezocht en dan weer online gezet. Dus je was al wel wat aan het proberen. Ja. En wanneer was dat omslagpunt dat je dacht van, hey, ik kan hier geld mee verdienen? Wanneer was dat moment ongeveer? Ik had ook foundation sponsor gekocht trouwens. Dat is ook wel een goed ding. Maar het was nog niet het idee van, ik kan hier geld mee verdienen, maar ik luisterde wel naar ondernemers online vanuit Amerika die dan toch vertelden, hey, je kan het wel. En Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki, die zei toen ik in Den Bosch werkte, mijn laatste baan voordat ik begon met ondernemen, you're a slave of the system. You shouldn't be working for a different. You should invest in gold. Yeah. Maar ja, wist ik veel geld. Maar daar kreeg ik zo'n intens, impulsief gevoel van, ik moet nu ontslag nemen, ik zit hier verkeerd. Je zit vast, je zit op de verkeerde plek misschien. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook een risico om ontslag te nemen. Ja. Want je laat de zekerheid vallen, in principe. Hoe was dat moment voor jou dat je dacht van, hey, ik stop nu met deze baan voor altijd en ik ga altijd ondernemen? Of wat was je gedachte toen je ging stoppen? Nou, toen was ik nog ook op die baan bezig met communiceren met China via Baba AliExpress. Ja, ja. Ik voelde me zo cool, ben aan het ondernemen gewoon. En op een gegeven moment dacht ik, door die Robert Kiyosaki van, hey, ik denk dat ik een ontslag wil nemen. Mm-hmm. Ik wilde dat gewoon die dag gewoon gaan doen, hè. Maar ik had meer loon, dus daar was ik net over aan het nadenken. Ik had ook meer loon dan voor afgaande baan. Ik had 28 plus 13, dus 41 vakantiedagen gewoon. Per jaar. Het was echt, per jaar. Goed bedrijf, Nederlands collega's, internationale collega's. Vond het echt leuk daar. Niks te klagen eigenlijk, in principe. Oké, en toen heb je toch ontslag genomen op een gegeven moment. Ja, ik was nog steeds bezig met die video's. De vriend en zijn broer, die uiteindelijk ook mee kwam ondernemen, waren met z'n drieën. En die kozen allebei een andere pad op te gaan. Dus in één keer zat ik met een bedrijfsnaam genaamd Reconstructed. Ja. Van herbouw jezelf naar een nieuwere jij. Waar moet ik hiermee? En toen dacht ik, welke ene skill heb ik de afgelopen tijd geleerd? Ja, nou, ik ben binnen een paar maanden ben ik best wel comfortabel geworden voor de camera. Waarom ga ik anderen, want ik luister ook naar Ilko de Boer, master
Master Moves is een cursus van 2.500 euro. Die had dan die vriend gekocht. Oh, die vriend had die gekocht en aan jou gegeven? Ja, en ik was daar ook heel serieus mee bezig, weet je wel. En Ilko de Boer inspireerde ook van, je kan je eigen dienst maken, kennis verkopen. Ja. Ik dacht, welke kennis heb ik nou? Als talentloos, passieloos, ambitieloos gast. Nou, ik ben best wel comfortabel geworden voor de camera. Ik ga een ander binnen een maand leren comfortabel met zelfvertrouwen te spreken voor de camera. Oké, tof. Dus je hebt eigenlijk, dan heb je je aanbod gemaakt. Van, ja, ik had volgens mij in één dag een 4 weken dienst. Elke week heeft een apart thema. Ja. Aparte videoopdrachten. En dan zou ik die video's reviewen, helemaal uittypen. Soms had iemand een 8 minuten video, ging ik helemaal uittypen. En feedback leveren. En ik begon op LinkedIn mijn eerste webinar te geven. Want dat is door die Master Moves van Ilko de Boer. Ja. Die zei, geef een webinar. Ja. En begon ik dat op LinkedIn te promoten. En toen was het ook nog niet zo dat heel veel mensen video gebruikten. En ook niet zoveel mensen die toen op LinkedIn actief waren destijds. Nee. Ik had 42 aanmeldingen, zoiets, voor mijn webinar. En ik vertelde gewoon mijn verhaal. Ik maakte foto's van mijn notities. Ik had heel veel notities op mijn werk, wat ik maakte terwijl ik luisterde naar podcasts. Terwijl ik toen ondertussen, ik had trouwens ontslag genomen, maar met terugwerkende kracht. Want er was een collega die waarvoor ik blijkbaar achter de schermen aan het invallen was. Dus het was voor een periode dat je dan zeg maar... ik ging invallen voor een vrouw die met verlof was. Ja. Wist ik niet. Maar ik had wel een soort van ontslag genomen. Ja. Dus ik vertelde trouwens dat aan mijn ouders. En dat vertel ik zo terug over het webinar en mijn eerste dienst. Ja. En wat ik eerst verkocht. Maar ik vertelde dat aan mijn ouders en zij boos. Waarom heb je niet ons verteld? Zolang je onder ons dak woont, moet je alles met ons bespreken. En ik dacht, ze hebben wel een punt. Ja. En ik had een beetje vertrouwen verloren bij mijn ouders. Dat ik steeds minder dingen tegen hen ging zeggen en steeds... in mijn eigen pad ging wandelen, maar ook eigen dingen ging proberen, terwijl ik ook wel naar hun toe mocht komen. Dus later heb ik de band wel hersteld. Duidelijk, want toen woonde je nog bij hun. Ja, en toen geef je eigenlijk een baan op waar je 2.000 of 3.000 euro per maand genereert. Ja. En toen had je nog geen klanten. Of had je toen al wel klanten? Ik had geen klanten. Dus dat is in principe, dat is ook wel te begrijpen vanuit misschien jouw ouders die uit de andere generatie komen. Die denken van, hey, hij heeft een goed betaalde baan, hij kan later naar huis. En dan geeft hij nou op om... online wat filmpjes te maken. Zit daar überhaupt de toekomst in? Ja, mijn moeder zei, wie ben jij nou dat je mensen online gaat zitten adviseren? En snap ik ook. Als een moeder het kind net volwassen ziet worden en het kind gaat in één keer op internet wijsheden prediken, dat is een beetje raar inderdaad. Oké, en als we teruggaan naar dat webinar. Je hebt dus dat webinar gegeven. Je eerste webinar kwamen 42 mensen op. Er waren 42 mensen aangemeld en rond de 20 kwamen er kijken. Ik helemaal zweet in mijn zolderkamertje bij mijn ouders thuis. Was je gespannen voor die eerste webinar? Ja, en ik praatte ook heel vaak heel veel met dat ik zeg maar lucht inhield en dat ik dan zoiets aan het vertellen was. En ik bemerk trouwens dat ik, omdat ik een beetje sociale spanning ervaarde, niet helemaal angst, maar sociale spanning, dat ik heel vaak mijn buik inhield. En dat ik daardoor ook minder goed ademde. En trouwens, als ik van werk toen thuis kwam, dat ik me inhield, letterlijk en figuurlijk, bij mensen om me heen. Dat ik daardoor ook hoofdpijn kreeg, best apart. Maar tijdens het webinar was ik ook met heel veel lucht inhoudend aan het praten. En ik had gewoon mijn verhaal gedeeld. Hey, ondernemen, of familie uit Bosnië, Nederland, ondernemen. Sorry, werknemen, ondernemen. Hoe ik ben gekomen, hoe ik mijn kennis heb verzameld en dit heb gemaakt. 4 weken, een maand lang reconstructed coaching. Ja. Ik maak jou een koning of koningin op camera. Dus je had al wel een offer, in ieder geval je had al wel... een soort pitch. Ja dus, en ik besloot dat is 500 euro, exclusief BTW. Eerst dacht ik nog, ik doe voor 3 maanden voor 300 euro. Ik was allemaal zo heel klein aan het denken. Ja. Op een gegeven moment kwam ik, voor een maand lang begeleid ik iemand voor 500 euro ex BTW. En dan heb ik 3 klanten nodig om in ieder geval op een minimumloon te zitten. Ja dat was een slimme gedachte. En dan misschien denken mensen ook wel, misschien dacht je ook wel, oh, misschien is 500 euro wel veel. Ja. Om te vragen voor 1 maand. En kwamen toen uit die 20, kwamen toen nog gelijk wat klanten uit? Er kwamen 2 klanten uit, Nicolas en Andrea. En Nicolas die is volgens mij half uit Balkan. Ja. De achternaam is Beslic. En dat was wel grappig, want hij blijkt die me later een soort van neef in Duitsland te hebben, die ook Marco heet. Maar omdat ik mijn verhaal deelde, een cultureel verhaal waar mijn ouders vandaan komen en wat voor zoektocht dat was voor mij in wie ben ik dan. Sprak hem aan, weet je. En hij zei gewoon, ik wil gewoon je verhaal spreken, vind ik gewoon vet. Er is ook een andere videotrainer of zo op LinkedIn, doet het heel zakelijk, hij is denk ik ook goed, maar ik wil bij jou. Hij zei dat nog. En een andere persoon, hij is rond onder de 20 jaar was die, onder de 30 jaar. En een andere persoon, Andrea, is een vrouw die is van Duitse komaf, die was toen rond 56, 57 jaar, hè.
Ja. En die wilde gewoon van mij leren video's maken. Die gewoon 30, 35 jaar ouder is dan jou en die wil iets van jou leren in dat geval. En zij was ongeveer hetzelfde leeftijd als mijn moeder. Dus nu had ik in één keer van iemand waarvan ik vond, werd niet vaak naar me geluisterd. Ik kreeg niet echt de aandacht, daarom zocht ik het op school ook. Moeilijk te doen. Grappen maken. Is er nu iemand die net zo oud is als mijn moeder, die naar mij wil luisteren en daarvoor betaalt. Ja. Dus toen had je je eerste paar klanten. Ja. En op een gegeven moment ben je dus begonnen met short form content, denk ik. 2020? Of wanneer ben je begonnen met... Ja, dus het was er altijd wel, maar het was ook heel veel long form, 8 minuten, 10 minuten. Maar ik keek geen hond naar op YouTube, 3-4 views. En op een gegeven moment op Instagram, we kregen rond de 100 views. En daar kreeg ik ook een DM van iemand die mijn video's op Insta tegenkwam. Mm-hmm. Zijn naam is Martin. Hij is een vader die toen in het ziekenhuis lag en darmkanker had. Okay. En hij zegt, hey, kom je video's tegen, ik vind ze echt wat hebben. Ik lig 6 weken hier nu, ik strijd tegen deze ziekte. Maar we raakten gewoon in gesprek. Ik zeg, hey, je inspireert me, weet je wel. Dat je nog zo in het leven staat, positief. Terwijl je zeker. De dood in de ogen aankijkt. Dus uiteindelijk hij uit het ziekenhuis en ik heb hem ontmoet. Dat was een van mijn eerste zakelijke kennismakingen. Mm-hmm. Ja. Ik ging naar het oosten van Nederland rijden, Drenthe. Of, ja, in Drenthe. En in Bijlen. 2 uur en 6 minuten had ik via Google Maps nog gezien vanuit Gorkum. Maar, en in september had ik hem dus ontmoet. Gingen we een videopodcast opnemen. Ja. Kwam dus erbij. Ik leerde te filmen. En hij deelde zijn verhaal met als titel op YouTube of in de thumbnail kanker. Kom maar, wat nu? Weet je wel. Ja. En ja, hij is kleikunstenaar, vader van kind. Maar hij heeft het overleefd. Hij is nu 5 jaar verder en hij staat goed en sterk in het leven. En zijn business gaat ook goed. Dus weet je wel, is mooi om te zien. Hij ziet ook mij. En, dus dat is wel mooi dat dat gebeurde. Dus daarom ging ik ook een maand later, in oktober 2019, mijn bedrijf startte van shit. Niet alleen ben ik comfortabel geworden voor de camera, kan ik jou dat leren en er geld voor verdienen. Maar je kan dus iemand inspireren online. Het is niet dat je iemands leven gelijk verandert, maar je kan iemand inspireren zonder dat het je intentie was. Dus neem die video op en post gewoon. En later ging ik op TikTok met shortform. Later ben je dus met TikTok shortform en misschien Instagram ook shortform Reels, ja. begonnen. En toen heb je redelijk een following opgebouwd. Ja. Hoe was dat voor jou als je... Nou, je hebt bijvoorbeeld wel eens video's gehad, denk ik, van 100k plus views. Een miljoen plus views ook? Ja, ik heb 2 video's van 1 miljoen. Eentje van 1,3 en eentje van 1,9 miljoen. Nou, hoe kijk je naar als je die video ziet en je ziet 1 miljoen weergaven? Dat is echt gek hoor. Er wordt kinderen of jongvolwassenen niet geleerd hoe je met aandacht online moet omgaan, man. Ik wist dat ook niet. Maar mijn eerste account heb ik, toen had ik 1087 volgers. Mijn beste vriend Galit zei, ga nou op TikTok. Ik zeg, nee. Ja, maar ik had 4 accounts. Waarin ik gewoon probeerde te doen wat mensen deden, dansen, trends. Ja. Bleek niet echt mijn ding te zijn. Bij mijn 5e account dacht ik, ik ben nu al bijna 2 jaar bezig sinds 2018 met video's opnemen. En ik vertel daar gewoon een verhaal. Waarom doe ik dat niet binnen 15 seconden? Want dat blijkt de limiet te zijn, dacht ik op TikTok. Ah. Je kon toen al een minuut, nu kan je zelfs 30 minuten sommige accounts. Ja. Dus ging ik een verhaal vertellen van 15 seconden. Verdeeld in 3 keer 5 seconden, wel in 1 opname. Met een verhaal en 1 moraal. Okay. Een scenario story statement. En een scenario was dan, ik heb een verboden liefde met een dame. Mijn ouders willen mij niet met haar zien. En dan was een volgende, was alleen one take, maar ik maakte misschien een beweging of zo. Van, maar ik was met haar omdat ik loog tegen mijn ouders, omdat ik hun respect wilde krijgen. En dat was het laatste stuk, was ook wel allemaal 1 opname. Maar nu besef ik, nu ik ouder ben, dat als je ligt om andermans respect te krijgen, je eigen zelfrespect verliest. Ja. Die kreeg 60.000 views. Dus ik had 1087 volgers opgebouwd met wat grappige filmpjes. Stomme filmpjes, vind ik. Die kreeg 60.000 weergaven in 2020 op TikTok. Uiteindelijk ging ik gewoon door met filmpjes posten en dingen testen en verhalen delen. Had ik binnen een maand op TikTok in 2020, was ik van 1000 volgers ongeveer naar 10.200 volgers gegroeid. Een keer 10, ja. Okay. En dan heb je allemaal de aandacht. Heb je opeens 10.000 mensen. Stel je voor dat die 10.000 mensen hier zouden zitten. Dan zou het zou niet passen, zeg maar. Zomaar te zeggen. En qua comments. Je krijgt natuurlijk ook positieve comments waarschijnlijk. Ja. Maar je krijgt ook waarschijnlijk allemaal rare comments. Hoe ging je daar toen mee om in het begin? Dat je de eerste, weet ik veel, scheldwoord online krijgt. Of de eerste haatcomment. Hoe kwam dat bij je binnen? Ja. Ik ging er op een creatieve manier mee om. Dus ik vond het echt wel wennen. Van shit. En weet je wel, als jonge man die net in zijn begin 20e jaren zit. En die dus net uit 10e jaren is.
Die heeft nog heel veel testosteron in zich en die krijgt een reactie wil gelijk er tegenin gaan. Maar hij ging op creatieve wijze mee om. Je kon reageren op een reactie. Mm-hmm. En dan zou ik zeggen van, hé, jij vindt dit en dat. En dan zou ik het oplezen. En dan zei ik van, dan nodig ik je uit om mij te ontvolgen en niet meer te kijken naar mijn filmpjes. Het kreeg 2000 likes gewoon. Weet je, meer dan ik nu op mijn TikToks krijg. Het algoritme is veel veranderd. Ja. Een paar accounts kwijtgeraakt. Maar gewoon door een reactievideo te doen. En toen dacht ik, yes, ik heb 2 jaar lang video's zitten maken als een gek. Het had dus nut. Mm-hmm. Nou, dan heb je natuurlijk over die accounts die je bent kwijtgeraakt. 50.000 volgers volgens mij voor een account. Ja, bijna. Ja, ik zal stressen als ik een account kwijtraak van 1000 volgers. Omdat je zo lang bezig bent met het opbouwen van al die volgers. En dan dat de platform opeens zegt van, Marco, je account is weg. Mm-hmm. Hoe ging je daarmee om? Ja, een goede vriend die ik heb leren kennen bij de Toastmasters organisatie, waar ik leerde spreken in het openbaar en verhalen vertellen. Hendrik heet hij. Hij zei van, Marco, want ik ging vaak met hem chillen afspreken, hij is 50 plus nu. Hij zegt, ik denk als we jouw testosterongehalte zouden meten op het moment dat jij jouw 50.000 volgers op TikTok was kwijtgeraakt, dat die wel zou zijn gedaald. Nou, hij zei dit en ik dacht, ik denk wel dat er logica in zit, in wat je zegt. Want dus een deel van mijn identiteit, wat mijn internetfiguur werd, mm-hmm. was verdwenen van de planeet. Net zoals Aang, toen de wereld het meest nodig had. Nee. Toen was het kwijt. Ja. Oké, dus ja, eigenlijk hoe kijk je nu naar shortform content? Je doet nu al een aantal jaar shortform content, TikTok, YouTube, Instagram. Hoe kijk je naar die verandering in de afgelopen jaren op Instagram, YouTube, op TikTok voor jezelf? Hoe kijk je naar content in shortform content in 2024? Nou, om het verschil aan te tonen met 2020 en dan vandaag de dag, 2024. Het was makkelijker omdat weinig mensen deden, pure economie. Vraag en aanbod. Ja. Als er veel aanbod was van video's, zou er moeilijker zijn om de aandacht te krijgen. Maar er was veel vraag naar video's. En maar weinig aanbod, weinig mensen maakten sowieso praatvideo's op TikTok. Dat was, weet je, ik was toen over TikTok aan het vertellen. Alsof ik een nieuwe geloofsovertuiging kan prediken. Van, hey, TikTok is goed. Mensen op LinkedIn lachten me uit, op Instagram lachten me uit. Iedereen is sceptisch erover. En ik begreep niet dat mensen het niet begrepen, maar dat kwam later pas toen ik zelf een aantal dingen in mijn leven meemaakte in de kerk en zo. Hoe je kijkt naar nieuwe dingen. En als je oude dingen gelooft, dan... Maar weet je, niemand erin geloven. En, het grootste verschil in TikTok van 2020 tot 2024, die twee tijden, is toen was het niet zo moeilijk om aandacht te krijgen, omdat de kwaliteit van je video niet hoog hoefde te zijn. Ik bedoel niet letterlijk de kwaliteit, maar de inhoud. Dus je kon gewoon iets vertellen en het zou viraal gaan. Ik maak een video binnen 3 minuten en het bereikt 80.000 mensen. Ja. Nou, vandaag de dag zijn er heel veel mensen van YouTube. Dat zijn de echte content creators, dat was ik toen nog niet. De echte makers van content die er goed in zijn, die een levenswerk van maken en er ook echt aan verdienen, zijn YouTube, mensen op YouTube. Die snappen hoe dat werkt, hoe je een video moet maken, wat daarvoor nodig is. Over longform content heb ook je. Over longform, maar zij begonnen dus. YouTubers gingen uiteindelijk tussen 2020 en 2024 naar TikTok te gaan. Mm-hmm. En zij zijn goed in het maken van content. En ik vond, toen was ik dat niet echt. Mm-hmm. Dus in één keer was de content die er was beter. Veel meer mensen kwamen op TikTok. Gary Vee, die was natuurlijk nog steeds aan zijn gaat TikTok. Dus heel veel mensen in Nederland die aan het ondernemen zijn, die gingen ook op TikTok. En dan mijn praatvideo's. Ik kreeg niet 80.000 views, maar 800. Ik was in de stad met een mooie camera aan het filmen in het openbaar. Dat ging ook vaak viraal. 400.000 mensen bereikte ik soms met de video in 1 opname. Nu gewoon 1000 mensen. Ik raakte gewoon bij mijn tweede TikTok-account. Ik had nog een derde met de ander opgebouwd. Bijna 12.000 volgers. Maar mijn tweede TikTok-account voor mezelf, die had uiteindelijk die heeft nog steeds 63.000 volgers. Die heb ik gedeactiveerd. Okay. Maar daar begon ik dus een disconnect te krijgen met mijn publiek. Ik maakte video's. Ik bereikte onder de 1000 mensen. Ja. Ik dacht, dit gaat niet meer zo makkelijk. Hoe ging dat van, ja, je bereikte soms al 1 miljoen. En dan opeens naar 1000. Dat is wel een hele flinke achteruitgang. Hoe ging je daar zelf mee om? Dat je zag van, hey, ik krijg minder views. Hoe ging dat in je hoofd die tijd? Het is zeg maar als ik naar de gym zou gaan en ik blijf dezelfde oefeningen doen die ik deed om tot een bepaald fysiek te komen. Ja, ja. En ik krijg gewoon geen resultaat meer door. Dan denk ik, ik eet goed, ik sport goed. Hoe kan het zijn dat ik niet groei?
Terwijl het dan vaak is dat je een andere type oefening kan doen. Dus bijvoorbeeld meer statische oefeningen, dat je meer helemaal vasthoudt. Of dat je misschien, weet ik veel, meer benen moet gaan trainen om in mijn bovenlichaam te groeien. Wie zou dat nou zeggen, weet je? Of om gewoon meer groei te ervaren. Dus ik moest andere dingen gaan doen, maar ik bleef heel lang vasthouden aan de oude manieren. Oké, en wat denk je dat dit jaar dus goed kan werken in 2024 om echt viral te gaan? Om misschien 1 miljoen of 100.000? Wat zie je dat zelf werkt voor jezelf of misschien voor anderen qua shortform content? Het is vaak het vinden van een thema en een manier waarop je gaat filmen, dus een format. En het blijkt dat horizontale video's, terwijl TikTok altijd een verticaal platform is geweest, dus staande video's, dat horizontale video's nu meer kans op viraal hebben. Omdat TikTok gaat de strijd aan tegen YouTube. Mm-hmm. En YouTube ging de strijd aan tegen TikTok door shorts te implementeren. Ja. Maximaal 59 seconden filmpjes. Daarmee heb ik grotendeels 10.000 abonnees verzameld ook op YouTube. Dus dat is wel nice. Maar op TikTok vecht nu weer terug tegen YouTube. En zegt wij gaan doen horizontale video's. Worden gepusht in het algoritme. Dus breedte beeld. En die zijn wat voor secondes denk je daaraan? 15 of langere tijd? Video's kunnen daar nu gewoon het liefst boven een minuut. Wordt ook gepusht, wordt gezegd. En het liefst horizontaal. Dat is een soort YouTube video eigenlijk. Dus boven de minuut en... Ja, 2-3 minuten. Video alsof je die op YouTube zou delen, maar dan op TikTok. Apart, hè? Ja, dus, weet je, dus het werkt niet om te denken op een manier van... Zo ging het altijd goed, zo werkt het. Dus het verandert eigenlijk altijd door de jaren heen. En hoe denk je, hoe belangrijk dat het is dat je als beginnend ondernemer... of welk product of dienst je ook verkoopt, dat je dus short-form content toepast? Want dat is wel echt jouw unieke aanbod. Wordt een king of queen op cam in ieder geval. Ja. Ten opzichte van bijvoorbeeld paid ads die je hebt. Nou, als jij 1 miljoen views wil bereiken met paid ads, dan ben je heel veel geld kwijt. Aan Facebook advertenties, TikTok advertenties of YouTube of Google of wat dan ook. En als je organisch gewoon video's ook kan opnemen, kan je ook heel veel mensen bereiken. Hoe belangrijk denk je dat dat is voor je eigen bedrijf, maar ook voor anderen om daarmee aan de gang te gaan en dagelijks mee bezig te zijn? Mooie vraag, man. Ik dacht altijd, social media, alleen dat is nodig om je business op te bouwen, omdat ik niks anders wist. Terwijl het blijkt eigenlijk, als je zonder social media je business eerst opbouwt, dat dat echt een van de betere manieren is. En ik bedoel niet dat je het niet hoeft te gebruiken, maar niet dat je social media op een voetstuk plaatst van hier is mijn business goed. Weet je, want ik merk uiteindelijk moet ik gewoon gesprekken voeren met nieuwe potentiële klanten. Yeah. Ik moet ze zelf benaderen. Of je hebt bijvoorbeeld appointment setters of closers die het voor jou met jou doen, soort van. Maar ik zou social media... Wat was exact je vraag? Nou, hoe belangrijk het is om short-form content te doen in 2024... ten opzichte van paid ads. Als je beginnend ondernemer bent, zit je misschien nog te bootstrappen met hey, eurotje hier, eurotje daar. Dat je echt aan het kijken bent van hey, hoe kan ik zo min mogelijk geld uitgeven. Ja. Vind ik sowieso een goede manier van ondernemen. Ja. Maar ja, ten opzichte van €5.000 in ads pompen elke maand en je weet niet wat eruit komt. Ja, ik zou denken van je hebt je mobiele telefoon in je hand. Dat ding is voor meer bedoeld dan bijvoorbeeld zoals we het ooit kenden, bellen. Toen werd het ook misschien met de BlackBerry chatten. Ja, ja. En nu is het van alsnog wat internet. Is het voor sommige mensen hun computer. Mijn vader gebruikt zijn laptop niet meer, een tijd al. En doet bijna als op zijn mobiel, weet je wel. En hij is 60 plus, senior. Dus ik zou zeggen van, als het gratis is, maak er gebruik van. Ja. En laat social media jou niet zozeer gebruiken, maar maak meer gebruik van social media in verhouding. Dus 60% post je, ben je actief om daar te creëren en iets op te bouwen, waartoe het ook mag leiden. Ja. En 40% of minder ben je aan het consumeren. Want je moet ook leren natuurlijk. Wat... Van anderen. Ja, en sommige mensen zeggen, oh, veel schermtijd. Weet je wel, senioren die 50 plus zijn, vaak mijn klanten. Ik wil niet veel schermtijd hebben. Maar vroeger las je gewoon de krant. Weet je wel, of waren het andere dingen waar je naar kijkt. Het ligt denk ik ook aan wat je met die schermtijd doet natuurlijk. Ja, het is nu onderdeel van je werk. Dus weet je wel, als je zegt van nou, ik heb 4 uur schermtijd op een dag, maar 2 uur ervan heb ik gewerkt dan. Okay. Of 2,5 uur het liefst. Okay. Dus ik zou echt inzetten. Ik zou, kijk, als je advertenties ook gaat inzetten als bedrijf, ik wil dat gaan doen. Ik heb dat soms gedaan. Ja, ja. Ook wel serieuzer gaan inzetten. Dat is echt goed om mensen naar een pagina te leiden. Het kan echt funnel, heel, het is echt heel effectief. Heb ik nog wel te weinig in ervaren, maar ik leer dat van anderen. Wel hier en daar het ene geprobeerd. Maar als iemand uiteindelijk op je profiel terechtkomt en jij zegt met 300 volgers, ik help jou aan meer zichtbaarheid op social media, dan passen vele zichtbaarheidsexperts hun tekst aan, zeggen ze, ik help je aan meer klanten door social media, want de zichtbaarheid valt wel mee.
En anderen zeggen, je hebt niet veel klanten nodig, veel volgers nodig. Om klant te krijgen via social media. Dat zeggen ze alleen maar omdat het hun kracht is dat ze niet veel volgers hebben en toch klanten eruit halen. Dus ik vind het slim dat ze dat op die manier gebruiken. Maar ik vind, je gaat niet naar de sportschool om dikker, langzamer en lelijker te worden qua lichaams. Qua je lichaam. Dus je ben jezelf aan het trainen om beter te worden. Ja, beter. En het moet meer en het moet sterker. Ja. Weet je, anders ben je tegen, ik was tegen mezelf aan het liggen in de sportschool. Of ook toen ik in het park de muscle-up leerde. Ja. Pull-up en dan dip. Ja. Ik dacht van, nou, ik kan nu een aantal jaren de muscle-up. Ik vind de handstand echt kut om te doen, maar ik ga hem toch leren. Want ik kan niet al die jaren niet gaan groeien. Dus ook op social media kan je niet zeggen, ik zit alleen op social media voor klanten. Nee, social media is gemaakt om je bereik te vergroten. En het gaat niet alleen om klanten. Het gaat om een persoonlijk merk opbouwen. Als mensen op je profiel klikken, ook al heb je 300 volgers of 150, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat ze zien, oh, je bent actief. Want als je een advertentie hebt en ze gaan naar je laatste geplaatste post van november 2021. En denk ze, hé, je hebt advertentie over hoe ik op social media dingen moet doen. Maar je laatste post was bijna 3 jaar geleden. Ja, gek is dat. Dus het helpt aan betrouwbaarheid. Ja. Want jezelf ben je heel actief. Of 1 of 2 shorts per dag doe je gemiddeld al. Ja. En je hebt 10.000 volgers gehaald op TikTok. Bijna 10.000 op Instagram, denk ik. 8.000. Ik heb nu 34.000 op TikTok. Ja. Op Instagram gaat langzamer, bijna 7.000. Mm-hmm. Ik heb ooit op andere accounts gekocht, maar op dit account heb ik niks gekocht. Mm-hmm. Maar hoe kijk je daarnaar, naar het kopen van volgers? Er doen natuurlijk heel veel coaches en consultants die gewoon denken van, hé, als ik veel volgers heb, dus aanhalingstekens van de buitenwereld, maar je engagement is super laag. Dus je hebt 50.000 volgers, maar je hebt 5 likes. Hoe denk je dat dat staat voor? En luister, soms probeer ik een nieuwe type post. Iets wat uit de bocht is en niet past bij mijn account en mijn volgergroep. En dan heb ik 5 likes. En dan gaat iemand reageren, je hebt volgers gekocht. En dan weet ik, het is niet waar. En dan weet ik ook vanuit waarheid te reageren. En dank je voor je reactie. Ja. Nee, dat is onjuist. Doe de account, heb ik niks gekocht. Fijne dag. Weet je, dus durf ook te experimenteren. Maar ook in te zetten op waarmee je een community hebt opgebouwd. Daarom verloor ik op dat account van 63.000 volgers op TikTok de engagement. Minder dan 1.000 weergaven op post, omdat ik alleen maar aan het experimenteren was. Ja. Terwijl mensen volgen tot mij blijkbaar om een reden. En dat is automatisch de interesse die ik in mijn leven heb. Wat vind ik van mensen die volgers kopen op bijvoorbeeld Instagram accounts? Kijk, vandaag de dag is je social media best belangrijk. Want als iemand wil kijken of die met je wil samenwerken, bezoek die je account. Ja. En ook al heb je 16 likes op een post, terwijl je 16.000 volgers hebt, dus in verhouding zou het niet kloppen, is het mentaal toch een dingetje van, deze persoon heeft toch veel volgers. Ja. Dus het is een manier om te laten zien dat je goed bent, dat je groot bent. Autoriteit hebt. Ik vind het interessant, want er zijn ondernemers die verdienen echt zoveel meer dan ik. En ik weet dat een aantal, of 1 bijvoorbeeld, volgers koopt. En ik ben er best verbaasd over. Ik zou wel willen ruilen bekant, weet je wel. Met weinig volgers beginnen en jouw inkomen hebben. 20k per maand, zo'n gast. Ja. Oké, en heb je nog bepaalde ambities qua volgers? Je hebt natuurlijk als je op YouTube, als je 100.000 krijgt, zo'n speciale plaat, toch? Ja. Ik weet niet of dat op andere platformen ook iets voor is, maar heb je bepaalde doelen nog qua volgers die je wil bereiken met YouTube of TikTok of Instagram? Ja, ik zou wel graag, ik heb nu tussen de 50 en 80 euro verdien ik per maand met YouTube, door middel van lange en korte filmpjes. Ik heb bijvoorbeeld met 3 shorts, met 1 van die shorts 87 cent. Verdiend. Dus je kan bijna een euro per YouTube short verdienen. En ik post 2 per dag. Dus dan ben ik over heel veel dagen miljonair. Ja. Maar ook lange video's. Ik heb bijvoorbeeld podcast met Stan 25 euro mee verdiend. Dat is een uur podcast. Oké. Weet je? Dus je bent aan het kijken hoe je daar ook een extra inkomen uit kan genereren. Ja, affiliate wil ik ook gaan doen als iemand een product koopt. Dat ik dan een percentage krijg van een camera die iemand aanschaft. Ik heb dat geprobeerd. Ik had een link doorgestuurd naar een klant die heeft een camera gekocht. Maar ik heb het niet goed gedaan, dus ik krijg er niks op. Ik moet dat via Amazon, ben ik mee bezig om een link te maken, zodat ik daar ook op verdien. En wat is je, ik weet niet hoe dat heet in YouTube, maar RPM of zoiets? Van hoeveel verdien je per 1.000? Oh ja, dat weet ik niet. Weet je niet precies. Nee, dat verschilt toch per niche waar je in zit. Ja. Dus je wil daar eigenlijk meer mee gaan. Nou, toen ik hard aan het groeien was op TikTok en richting die 50.000 ging, was er rond de 49.000. En dat account uiteindelijk werd verbannen en ik het terugkreeg. Weer werd verbannen, ik het terugkreeg. En toen permanent was verbannen. Toen had ik het droom 100.000 volgers op TikTok. Maar nu denk ik heb een boodschap uit te dragen. Ik vind het leuk om video's te maken. En ik heb een bepaald publiek wat ik wil toespreken. En vaak
wil ik twee groepen mensen toespreken die over hetzelfde onderwerp precies anders denken. Okay. Dat heeft te maken met het concept, ik ben Marco, wie ben jij? Weet je, als ik zeg ik geloof in niks, dan geloof ik wel in iets. Dat ik namelijk niks geloof. Dus, maar het woord geloof wordt volgens een samenvatting op Google, hoe het woord betekenis heeft, gezien als geloven in iets waar geen bewijs voor is. Maar ik vind geloof is ook, ik geloof dat dit goede kussen is en daarom koop ik hem. Weet je, ik geloof dat sport gezond is en daarom sport ik. Dus eigenlijk blijkt heel mijn leven te gaan over geloof. Maar daar heb ik dan. Maar ik heb dus niet meer de droom van weet ik veel volgers. Niet meer x volgers. Nu, ik wil gewoon plezier hebben met mijn video's. En ik merk wanneer ik dat ook heb losgelaten. Ik wil wel serieus nemen. Dus gewoon inzetten op wat werk. Als één video nu 200.000 mensen heeft bereikt. Ja. En ik was 3 maanden bezig met verschillende video's maken. En ik heb niet eens 10%. Dus niet eens 20.000 mensen bereikt. Waarom zet ik dan niet in, als dat nu rollenspelvideo's zijn, en ik vind die leuk, op rollenspelvideo's? Waarom zou ik een andere video maken? En het is heel erg gaan kijken van, waar gaat het goed? Dus wat werkt. Ja, dus ik wil ook wel respecteren dat ik serieus mag kijken naar mijn vak. Ja. Serieuzer. Dus ik wil er serieus mee bezig zijn, heel veel plezier in hebben en zoveel mogelijk mensen bereiken. Want niemand post. Om niemand te bereiken. En geen likes te krijgen. Ja. Dat is een leugen. Oké. En iemand kijkt bijvoorbeeld deze podcast en die denkt, ja, we hebben nu gezien wat Marco's verhaal is. Mm-hmm. Maar waar help je nou echt precies mee? Wat zijn nou de dingen die jij nu doet in 2024 met jouw klanten die je verder helpt als king of queen op camera? Ja, ik bied 2 diensten voornamelijk aan. De eerste is alles uit handen nemen. Dus ik kom langs om te filmen. Je hoeft niet eens iets te bedenken. Sommigen willen dat, want die posten al een tijdje. Ik heb iemand die heeft 16.000 volgers op Instagram en ander 60.000. Dus ik ga wel met die mensen in gesprek, want zij hebben al een basis staan. Dus dat moet ik wel respecteren, wat werkt al goed. Maar als je ook geen following hebt, zeg maar, ik vind het leuk om Thierry Baudet op mijn podcast als gast gehad te hebben. Salah Azimi bijvoorbeeld, ik ben er heel blij mee. Echt leuk om die mensen van dichtbij te zien en hoe zij denken en doen. Daar leer ik ook veel van. Maar hoe leuk is het om, en dat heb ik al die jaren ervoor gedaan, mensen een podium te geven die nog geen podium hebben gehad. Ik bedoel, iedereen kan een beroemdheid viraal laten gaan. Als het daar overheen gaat op podcasts, een beroemde MMA deed hij ook, denk ik, een kickboxer. Maar bij mij was het altijd, ik wil de mensen die zo min mogelijk gehoord zijn, dat had met mij te maken vroeger, een podium geven. Ja. En die gingen viraal als een gek. En dat is leuk. Dus mijn dienst is, ik kom langs, we maken video's. Mm-hmm. 8 of 12 vaak. Die monteer ik voor je, plan ik voor je in op Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Misschien zelfs LinkedIn als je dat wil, maar in ieder geval voornamelijk de short form platforms. Ja. Of ik begeleid je een maand, 3 maanden of een jaar. Ik ben door middel van groepscoaching doe ik nu alleen. Ja. Ik ben nog aan het afbouwen, want ik heb dat uitgesproken wel in groepscoaching doen. Maar ik heb nog iemand die ik zo doe. En de ander, daar komen dan ook weer andere mensen bij, zeg maar. Ja, ja. Maar je begint ergens. Is gewoon online begeleiding. Alles wat je nodig hebt. Ik denk dat ik de meeste vragen die iemand heeft, hoe monteer ik snel een video? Binnen 15 minuten een video bedenken, film bewerken. Hoe kom je aan inspiratie? Dat je jarenlang je business kan opbouwen op verschillende platformen en daar gewoon tijd voor hebt. Want het is onderdeel van je business. Net zoals je e-maillijst dat is, of je koude of warme klantenbestand. Zo heb je je online social media following. En hoe krijg je daar klanten uit? Dus hoe kan iemand make it short, kort en snel video's maken, op een leuke manier en ook leerzame manier voor hun volgers. Okay. En daaruit klanten halen op de lange termijn. En voor wie is dit? Voor wat voor mensen zijn dit? Zijn er voor mensen die nooit shorts maken of altijd shorts? Nou, voor een product en dienst? Voor de meest atechnische, senioren, drukke mensen die een haat-liefde verhouding hebben met social media, maar toch inzien, omdat mensen in hun omgeving erop zitten en zij eigenlijk ook al zitten ze er niet graag op, maar ze willen de wereld beter begrijpen. Daarom besteden ze toch tijd op social media. Die een eigen onderneming hebben, vaak is dat een coach, therapeut of ondernemer. Die een dienst aan. Die een product of dienst aanbiedt. En die wel, zeg maar, geld wil verdienen, maar meer wil doen dan geld verdienen. Ja. Ik merk dat wel mijn ideale klant is. Als iemand alleen geld wil verdienen, dan kan je adverteren, weet je, want dan kan je video's maken en je product dienst promoten als je daar zin in hebt. Maar als je een beetje impact wil maken, een beetje iets wil opbouwen. Ja, zoals die video's die ondernemers uit Amerika online hebben staan, waar ik naar keek en luisterde. Hoe die mensen mijn leven hebben veranderd op positieve wijze. Dat ik meer ging doen met mijn leven, dat je ook dat wil betekenen voor anderen.
op positieve wijze mensenlevens veranderen door middel van je online video's. Daar werk ik graag mee samen. En ja. Ik zei meest atechnisch, misschien meest camera schuw verlegen. Ik heb met die mensen samengewerkt. Ik was zelf ook camera schuw. Ja. Ik ben zelf dan introvert. Ik heb ook met de meest extraverte mensen die met een script, wat ik echt verschrikkelijk vond, met script wilden werken. Ja. Dus het is heel divers, man. Oké. Okay. En waar kunnen mensen jou vinden online? Ja. Ik denk dat ze je al wel gezien hebben, maar stel je voor iemand wil je nu benaderen na het zien van deze podcast. Van, hey Marco is een tof gast, ik wil een kennismakingsgesprek inplannen, wat je volgens mij nog steeds doet. Ja. Met, waar kunnen mensen je vinden? Ik denk bijvoorbeeld via LinkedIn zou leuk zijn of via Instagram stuur je een bericht. Dan heet ik ben Marco aan elkaar geschreven, maar dan Marco met elkaar. Mm-hmm. En dan gewoon Instagram bericht van, hey podcast gezien bij Paul. Leuk, ik had een vraagje en dan help ik je gewoon vrijblijvend. Toch? Ja. Nou, dan zal ik die linkjes hieronder neerzetten. En dan wil ik je bedanken voor het gesprek, Marco. Graag gedaan, Paul. Dankjewel. Echt een hele fijne podcast, man. Super.